Vandaag zijn we aanwezig op het Carmel College voor de stagemarkt 2013. Denk je dat je je stage hier gaat vinden vandaag? Ja, eigenlijk wel. Want ja, eigenlijk ik ben van plan om eigenlijk bij les te gaan geven, maar. Ja, wie weet, misschien zie ik hier nog iets, maar ja, of ik daar 30 uur mee kan vullen, dat is wel de vraag, maar met alleen bijles, dus ik kijk hier nog gewoon even. En weet je al wat je later wil worden? Niet concreet. Ik denk iets in de economie waarschijnlijk, ja. Wat vind je ervan dat je school dit organiseert? Vind je dat leuk of vind je het eigenlijk niks? Ik vind het wel leuk, is natuurlijk een tweede, maar wel goed initiatief inderdaad. Ik denk toch dat heel veel mensen geen idee hebben wat ze willen doen. En nu hierdoor wel eigenlijk, ja, zeker. Denk je dat je vandaag hier je stage gaat vinden? Ik heb eigenlijk al wat bedacht. Bijles geven. Aan de tweede klas dus, denk ik. Vind ik schattige. Oké, weet je wat je later wil worden? Ik wil eerst rechten studeren. Daarna de politiek in. Als het kan. En wat vind je ervan dat je school dit organiseert? Aan de ene kant wel goed, maar aan de andere kant ook een, ja... Ik weet niet of het heel veel toevoegende waarde heeft, maar... Waarom denk je dat het niet zoveel toevoegende waarde heeft? Ja, omdat de meeste mensen al dingen doen die ze oorspronkelijk ook al deden. Zoals bij de handbal helpen of zo, dus... Waarom heeft u besloten hier te gaan staan? We zijn al heel lang op zoek naar een trainer voor een recreantieteam bij SV Raalte. En dat is heel moeilijk tegenwoordig om aan een trainer te komen. Dus wij dachten, dan gaan we het proberen via het vrijwilligerspunt. Dus daarom staan we hier eigenlijk. Krijgt u hierdoor extra aandacht voor uw bedrijf? We zitten er nog maar net, dus we hopen het in ieder geval. Er zijn wel mensen, ik heb een paar keer wel horen vallen, de naam SV Raalte. Ja, inderdaad, jongeren die houden van sporten, dus we hopen daarom ook hier door hier te gaan staan om daar wat meer trek voor te hebben inderdaad bij SV Raalte. Weet je al waar je stage wil gaan lopen? Nee. Weet je al wat je later wil doen? Nee. Ook niet. Nee. Geen idee. En denk je dat stage dagen als stagemarkt als deze zin hebben op een school? Of? Jawel. Ik heb heel veel dingen gezien waarvan ik niet eens wist dat ze in Raalte waren. Dus ik dacht, dan weet ik dat ook. Dan kan ik al over nadenken of ik dat ga doen. Alleen, ik woon niet in Raalte. Dus het is misschien niet zo handig om in Raalte stage te lopen. Maar ik kan in elk geval wel kijken of ik het leuk vind. Waarom heeft u besloten hier te gaan staan? Nou, we zijn vorig jaar hier voor het eerst uitgenodigd door Marieke Kortrijk. En het is ons hartstikke goed bevallen. We denken dat het ook een hele leuke plek is om reclame te maken voor je zaak. We zijn een historische vereniging. We hebben hartstikke leuke opdrachten voor jongelui. Om toch een beetje ook kennis te maken met de eigen geschiedenis. En ik denk dat dit een goede plek is om hier daar reclame voor te maken. En krijgt u hier ook extra aandacht voor het bedrijf? Nou, dat valt er wel tegen, hè Henny? We zijn ook niet echt een bedrijf, nee. Hè? We zijn een stichting van vrijwilligers die zich bezighouden met de geschiedenis van het mooie dorp Haarlem. Waar komt het idee vandaan om een stagemarkt te houden? De maatschappelijk stage is sinds een paar jaar verplicht in Nederland. En we hadden gekeken van hoe kunnen we nou de beste zoveel mogelijk leerlingen tegelijk in contact brengen met maatschappelijke organisaties. En daarvoor hebben we gekozen om een stagemarkt hier op Carmel College te houden. Leerlingen zijn hier, we hebben de organisaties allemaal hierheen gebracht. En op die manier proberen we de matches te maken tussen de leerlingen en de maatschappelijke organisaties. En wordt er door de leerlingen positief op gereageerd dat het er is? Ja, zeker. De leerlingen hebben eerst zoiets van moed had. En maar als ze hier zijn, en ze hebben de hele ochtend al informatie hier ook gehad. En nu hebben ze zoiets van ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Dus de meeste leerlingen, niet allemaal natuurlijk, maar de meeste leerlingen zijn wel enthousiast. En de meeste leerlingen vinden hier ook een stage of ergens anders? Ja, een deel vindt hier de plek, zeg maar deels vindt ze ook een plek in hun eigen netwerk. Dus het werkt wel? Het werkt zeker, ja. En het is ook, op deze manier leren ze heel veel maatschappelijke organisaties kennen. Want misschien hebben ze nog nooit van een historische vereniging gehoord. En die zien ze hier ook. Dus het is ook een kennismaking met de verschillende maatschappelijke organisaties die er zijn in de gemeente Raalte.